Zo, hallo allemaal, daar zijn we weer. Hi. Ja, ik ben wel 20 minuten van huis geweest om even boodschappen te doen. Dus ja, de poes heeft weer even aandacht nodig, want stel je voor. Maar in ieder geval, het is maandag en ja, nieuw begin van de week. Ik heb vandaag deze week weer avonddiensten. Dus dat ja. Ik heb in ieder geval bij de appie gehaald 2 maal witte druiven. 1+1 gratis, dus ze slaat niet over. En ik heb 2 maal blijkbaar runder gehad. Dat half om half was. En toen dacht ik van half om half, 2 voor 8 euro vind ik dan nog wat duur. Dus runder ga ik blijkbaar voor deze keer dan maar weer. Ik had heel veel geld kunnen besparen. Maakt niet uit. 2 pakken enchiladas, of hoe je dat ook uitspreekt. Dat was 1+1 gratis. Maar die verpakkingen zijn tegenwoordig ook alweer 5 euro. Want, ja, ik vind het echt veel hoor. Maar het is dat dit mijn favoriete knor wereldgerecht is. Dus ja, een 1+1 gratis. Dus dan vind ik het voor deze keer wil ik best wel 5 euro voor neerleggen. Maar ik vind het echt schoftelijk duur. Dus dat ja. Bonduel mais heb ik gehaald, ook 1+1 gratis. Ik heb een broccoli gehaald, die was in de aanbieding. Ik heb 2 maal visnietsels gehaald, die waren ook 1+1 gratis. Ik heb een stuk kaas gehaald, even kijken, 449 gram voor 4,18 euro, de jong belegen. Even kijken, crème fraîche. En tot slot heb ik nog weer eens witte bollen gehaald. Had ik zin in. Ik denk dat van het weekend had ik toevallig nog brood gehaald. Dat was op. Ik denk, maar ik heb ook zin in witte bolletjes. Dus bij deze. Dus dat was voor de Albert Heijn. Ze hebben deze echt leuke aanbiedingen. Voor dit soort weken, van die 1+1 gratis weken, zou ik eigenlijk best zo'n groter budget voor mezelf willen hebben. Waflauw. Maar in ieder geval, totaal was €26,15. En met koopzegels €31,35. En vervolgens was ik nog even snel naar de groenteboer gehuppeld. Om een paar tomaten te halen, want ik vond ze bij de Albert Heijn was alleen maar die grootste verpakkingen en die vond ik best prijzig. Dus ik heb 3 redelijk formaat tomaten voor 70 cent. Ik heb nog niet helemaal een idee wat we deze week gaan eten. Sowieso een keertje enchiladas en ik ga iets met de broccoli doen. Maar verder is het nog een verrassing. Deze week komt er wel een weekmenu. Aan de video vast. Dus ja. Dat ja. En we hebben weer nieuwe acties trouwens. Expeditie Ocean. Dus ik denk dat die maar aan mijn nichtje en neefje gegeven. Zijn die ook weer blij. Dus dit is het. En er zal ongetwijfeld nog wel iets meer komen. Maar gewoon niet veel budget meer over. Maar in ieder geval. Ik zou zeggen tot de volgende. Doei doeg. Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het is dinsdag en ja, ik denk ik ga weer eens het menu filmen. Gisteren heb ik niet gefilmd. Gisteren had ik gewoon nog simpele restjes met soep, broodjes en die prutjes nog van het weekend. Ik denk, ja, het is goed. Maar vandaag in ieder geval heb ik pasta gekookt met broccoli. En ik heb die funchy saus gepakt, die ik vorige week gehaald had van, wat is het, Grand Italia. Ik had eigenlijk ook spekjes erbij willen doen, maar die ben ik vergeten uit te halen. Dus we doen gewoon lekker vegetarisch. Dus dit. En eventueel nog strooikaas erbij. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, tot de volgende. Doei doeg! Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het is donderdag vandaag. Ja, ik moest even nadenken. Gisteren had ik helemaal geen zin in de pasta. Dus ik heb gewoon stiekem brood gegeten. Ik denk het is even goed. Vandaag heb ik het laatste beetje pasta op met de broccoli en die funchy saus. Het is oké, die funchy saus, maar ik merk toch wel dat ik... ja, ik weet niet. Hij is oké. Ik denk niet dat ik hem nog een keer ga halen.
Maar in ieder geval, ik ga dit dan lekker opeten en dan, ja, ga ik zo meteen werken. Tot de volgende, doei doeg! Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het is alweer vrijdag en bijna weekend. Zometeen nog één dagje werken en dan mag ik ook gaan vieren. In ieder geval, vandaag op het menu heb ik mijn laatste Turkse pizza's. Ik heb er nu nog eentje in de oven. Ik heb er plakjes kaas op gedaan. Feta kaas. Is gewoon lekker kazig, daar hou ik van. Tomaat en ik heb een beetje sla gekocht. Ik zou eigenlijk ook komkommer willen halen, maar die ben ik dus vergeten. Maar in ieder geval zo een beetje knoflooksaus en ik vermaak me wel weer. Nou, tot de volgende keer. Doei doei! Zo, hallo hallo, daar zijn we weer. Het is zondag. Gisteren heb ik spontaan broodjes hamburger gegeten. Dus ja, dat is even buiten de planning om. Ik heb helaas geen video van. Oeps, mijn fout. Vandaag is het zondag. Ik heb een hele rare trek vandaag. Ik heb pas om 4 uur uiteindelijk een broodje naar binnen kunnen werken. En aangezien ik zo meteen weer ga slapen of op tijd moet slapen voor de ochtenddienst. Neem ik maar even mijn laatste toetje, want ik heb gewoon geen trek. Ik heb geen trek. Dus dan maar even zo. Ik heb hem gehakt voor de enchiladas of enchiladas, hoe het ook heet. Ik gewoon even ingevroren. Dus qua eten is het een slechte week geweest. Ja, het is weer zover. Ik hoop in ieder geval dat de komende weken weer wat beter gaan worden. Ook qua voeding, want ik merk gewoon van mezelf ook dat het de laatste weken dat ik er moeite mee heb. Dus ja, goed verhaal. Ik ga afsluiten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond nog. Geniet ervan. En ja, ik zou zeggen tot volgende week. Doei doeg!